Hey, en wat leuk dat je er weer bent. Vandaag gaan we iets super nuttigs doen. We gaan namelijk plannen voor mijn toets. De toetsperiode komt er namelijk weer aan en ook ik heb binnenkort een toets. En daarvoor wil ik even goed gaan plannen. Wat moet ik leren? Wanneer ga ik het leren? En wanneer moet ik het allemaal weten? Plannen voor een toets is nou eenmaal super belangrijk. Wil je de toetsstof nou goed beheersen? Want zonder planning is het gewoon mega chaotisch en daar krijg ik heel erg veel stress van. Dus een goede planning is voor mij echt mega belangrijk. En ik neem jullie dit keer weer mee hoe je een planning moet maken. Nou, we hebben deze video vorig jaar ook al gemaakt. Maar sinds die tijd heb ik echt mega veel nieuwe kijkers erbij gekregen. Dus ik dacht, ik neem jullie weer eens mee in het proces hoe ik een planning maak voor mijn toetsweek. En als je al meerdere van deze video's hebt gezien, dan is het vaak dat je een planner nodig hebt. Nou, geen zorgen. Dit keer heb je geen dure planner nodig. Het enige wat je nodig hebt zijn een aantal dingen en die laat ik je even zien. Je hebt natuurlijk nodig een pen. In mijn geval gebruik ik 3 kleuren markeerstiften. Dan heb ik een groot collegeblok en een klein notitieblokje. Je hebt op zich niet 2 schriften nodig. Je kan het ook allebei in het ene schrift doen. Maar ik vind dit gewoon wat praktischer en dit werkt voor mij net iets beter. Maar wil je maar 1 schrift gebruiken, dan kan je dat ook echt makkelijk doen. Maar ik maak deze intro al veel te lang. Laten we snel gaan plannen. Zo, ik heb alle spullen erbij gepakt die ik momenteel nodig heb. Deze markers en dit schrift leg ik even aan de kant. Want die heb ik namelijk nog niet nodig. Het enige wat ik op dit moment nodig heb, is dit schriftje. Ik wil namelijk een lijstje gaan maken met de dingen die ik moet leren en waarvan ik een samenvatting wil maken. Want als ik dat allemaal netjes onder elkaar heb, dan kan ik een veel snellere en overzichtelijkere planning maken. En dan pak ik toch even een marker erbij. Voor als je nieuw bent op mijn kanaal, ik doe de Pabo en daar noemen ze ieder onderwijsblok een thema. Dus ik zit momenteel in thema 9. Nou, eigenlijk heb ik dus maar 1 vak en dat is het vak PGO. Probleemgestuurd onderwijs. En bij dat vak PGO hebben wij een lijst gekregen met 10 leerdoelen. Dus ik moet 10 leerdoelen gaan leren. Dus ik maak even een lijstje onder elkaar met de leerdoelen. Tien leerdoelen en die heb ik even allemaal onder elkaar gezet. En dan moet ik eigenlijk voor ieder leerdoel 2 dingen doen. Ik wil namelijk een samenvatting maken. En ik wil voor de moeilijke begrippen flashcards maken. Dus dat ga ik nu even bij ieder leerdoel opschrijven. En dat doen we even op de snelle manier. En we zijn klaar met het maken van het lijstje. Nou, het is niet mijn mooist geschreven lijstje geworden ever, maar het is op deze manier wel duidelijk. Ik ga trouwens de leerdoelen nog heel even markeren. Gewoon voor wat extra duidelijkheid. Dit is dus wat ik moet gaan doen om te kunnen leren voor thema 9. Met dit lijstje erbij leg ik hem even aan de kant. En pakken we het grote schrift erbij. Het handige aan deze manier van plannen is dat het allemaal op 1 pagina staat. En je doet niet te veel op 1 dag. Wat ook heel erg nuttig is. Want vaak wil je veel te veel doen op 1 dag. Red je het niet. En dan loop je heel erg achter op je planning. Is het dus niet haalbaar. En dan krijg je stress. Dus op deze manier plannen is voor mij gewoon super chill. Het eerste wat ik nu ga doen is hier de dagen opschrijven. Dus het is nu bijvoorbeeld zaterdag 16 oktober. Morgen is het zondag 17 oktober en zo verder. En dat doe ik totdat ik bij de dag van de toets ben. Ik heb nu een rijtje van alle dagen die ik heb tot de toetsdag. Want donderdag 4 november heb ik namelijk mijn tentamen. En dan ga ik mijn roze marker erbij pakken en even een lineaal, want ik wil graag rechte lijnen, maar dat is natuurlijk echt niet nodig. Maar ik ben een beetje perfectionistisch met dat soort dingen. Ik pak mijn roze marker en ik markeer die hele lijn. De hele lijn van donderdag 4 november. Dit betekent namelijk toetsdag. Dan heb ik eigenlijk de roze marker niet meer nodig, dus die kan ik wegleggen. Pak ik een ander kleurtje. En dat is voor mij paars, maar je kan natuurlijk de kleuren gebruiken die jij zelf leuk vindt. En die gebruik ik voor de weekenden. Dus zaterdag en zondag geef ik een paars kleurtje. Zo is het voor mij net wat sneller overzichtelijk wanneer ik langer de tijd heb om te leren en et cetera. Alle weekenden zijn gekleurd, dus de planning wordt al wat kleurrijker. Maar daardoor heb ik deze paarse ook niet meer nodig. Dus die leggen we ook weer weg. En dan pak ik het laatste kleurtje erbij en dat is in mijn geval lichtblauw. En ik kleur altijd de vakanties ook. Dus volgende week heb ik vakantie, of in ieder geval aankomende week. Dus die week maak ik helemaal blauw. En ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om de
vakantie dezelfde kleur te geven als de weekenden. Omdat je dan natuurlijk ook vrij hebt. Maar ik hou de weekenden en vakanties liever apart. Zodat ik toch wat meer overzicht heb van de weken. Als allerlaatste zet ik hier nog even een simpele lijn naast de datums. Zodat dat even gewoon afgezonderd is. Maar nu is je planning eigenlijk klaar om ingevuld te worden. Dus wil je nou samen met mij gaan plannen? Maak dit eventjes voor jezelf met de datums die jij nodig hebt. De toetsdagen die jij nodig hebt. De vakanties, de weekenden. En zet deze video even stil. En dan gaan we zo meteen samen hem invullen. Oké, het eerste wat ik heb opgeschreven is de toetsen die ik heb. Dus ik heb hier een toetsthema 9 en een dictée Nederlands met gebaren. Dat is in de les die ik 's avonds heb. En deze toets is overdag. Twee toetsen op één dag, een beetje naar, maar ja, daar kan ik vrij weinig aan doen. Dat betekent dat we op woensdag gaan herhalen thema 9 en herhalen alfabet. Die dag ervoor ga ik herhalen thema 9 en herhalen getallen. Op maandag wil ik de proeftoets van thema 9 maken en wil ik oefenen. Ik schrijf wel gewoon NMG op dat ik getallen en alfabet ga oefenen. Verder wil ik even hier allemaal dingen opschrijven die bij mij eigenlijk de hele dag gaan duren. Want ik heb die week namelijk een stageweek. En dan ben ik eigenlijk merendeels van de dag ben ik weg. Dat betekent dat ik merendeels van de dag niet kan leren. En dat ik alleen 's avonds kan leren. Wat natuurlijk heel erg naar is als je dat voor een toetsweek hebt. Dus dat je eerst stageweek hebt en dan een toetsweek. Maar daar moeten we maar mee dealen. Ik wil deze regel niet te vol schrijven. Even kijken hoor. Als ik hier een proeftoets heb, dan wil ik hier dus even alles herhalen, thema 9. Dus dat betekent dat ik eigenlijk zondag voor de toets eigenlijk alles al wil weten. Op die manier, als mijn planning wat uitloopt, heb ik nog wat dagen speling. Zodat stel, ik word bijvoorbeeld ziek en ik kan bijvoorbeeld 3 dagen niet leren. Dan heb ik dus hier nog 3 dagen speling dat ik in ieder geval op tijd klaar ben voor de toets. Dat is ook altijd belangrijk om rekening mee te houden in toets. Dat je wel een beetje flexibel bent en een beetje speling hebt. Want is jouw planning nou echt super strak en kan je geen dag missen? Ja, dan kan het best wel stressvol worden als je ineens bijvoorbeeld onverwachts naar school moet. Onverwachts langer bij stage bent. Onverwachts ziek wordt. Dan kan je dat soort dingen niet doen en dat moet wel gewoon kunnen. Oké, ik heb deze dingen dus nu allemaal ingevuld. Dan gaan we nu naar het begin van de... Vandaag kan ik namelijk niet zoveel doen, want het is nu al middag terwijl ik dit opneem. En vanavond ga ik naar een verjaardag toe. Dus vandaag hou ik gewoon lekker leeg. En morgen wil ik in de avond een hoorcollege kijken. Want in de ochtend ben ik namelijk bezig met het editen van een video. 'S middags ga ik naar vriendinnetjes toe. En dan 's avonds heb ik tijd om hoorcollege 1 te kijken. Nu is het echt de vakantiedagen, dus dat gaan we nu eventjes invullen. Ik denk dat ik gewoon 2 leerdoelen wil gaan doen per dag. Dan kan ik er bijvoorbeeld 's ochtends eentje doen en 's middags. Of 's middags en 's avonds. Of ik doe er 2 's ochtends of 2 's middags. Het ligt er een beetje aan hoe snel ik overal klaar mee ben. En hoeveel motivatie ik heb. Dit is dus echt het samenvatten wat ik dan bedoel. Dus dit is niet gelijk het leren. Dit is het samenvatten en eventueel flashcards maken. Maar flashcards maak ik dan alleen voor de begrippen die ik bijvoorbeeld heel erg lastig vind. En vaak moet herhalen. Zo, de leerdoelen staan er allemaal in. En ik heb trouwens nog wel meer hoorcolleges, maar hoorcolleges horen eigenlijk bij een leerdoel. Zoals hoorcollege 1 hoort bij leerdoel 1. En nee, ik heb geen 10 hoorcolleges, maar het staat in het lijstje waar we moeten leren welk hoorcollege waarbij hoort. Omdat ik zeker weet dat ik zondagavond niet een heel leerdoel kan samenvatten, doe ik dus alleen een deel en dat is dus het hoorcollege. Op zaterdag wil ik dan eigenlijk een soort van reservedag doen. Stel ik haal iets niet, dan is dit eigenlijk reservedag leerdoelen. Stel ik ben bijvoorbeeld met leerdoel 5 wat langer bezig of ik ben met leerdoel 9 langer bezig. Nou, dan kan ik dat dus hier afmaken. Zo hoef ik niet te stressen om alles echt op vrijdagavond af te hebben. Maar als het dan niet lukt, dan kan ik dat op zaterdag nog doen. Op zondag wil ik eigenlijk alles gaan doorlezen. En met doorlezen dan wil ik ook actief herhalen. Dat betekent dus dat ik tijdens het doorlezen alles opschrijf wat ik al weet en wat ik zeker weten niet weet. Dus ik tijdens het doorlezen pak ik er een blaadje bij, gewoon zoals dit. En dan schrijf ik alle begrippen op die ik nog eigenlijk helemaal niet begrijp. Of wat ik totaal was vergeten na het samenvatten. En dingen die ik eigenlijk wel weet, dus niet zoveel hoef te herhalen. Dat noem ik dan actief herhalen. Maar als je wil weten hoe ik dat nou allemaal doe, ik ga hier een toetsweekvlog van maken. Dus die komt ergens na 4 november komt die dus online. En dan zie je dus hoe ik dat allemaal doe. Dus moet je nog even op wachten, maar hij komt online. En dan is het daarna dus stageweek. En met stageweek ben ik vaak s'avonds heel erg moe. En heb ik gewoon niet zoveel zin om heel erg veel te leren. Maar toch wil ik gaan leren. En dan ga ik het weer op dezelfde manier doen. Dus 2 leerdoelen per dag. Dus leerdoel
1 leerdoel 2. En dat doe ik even bij elke stage dag invullen. Zo, dit is nu allemaal ingevuld. En bij zaterdag ga ik dan opschrijven leren moeilijke leerdoelen. Want er zijn vast wel leerdoelen die ik heel erg lastig ga vinden of moeilijk vind om te onthouden. En dan is zaterdag dus zo'n dag dat ik dat kan gaan doen. Dus eigenlijk ook weer een soort van reservedag. Maar ook gewoon een dag om extra te leren. Nou, zondag gaan we dus dan alles herhalen van thema 9. En ik wil trouwens op zaterdag ook oefenen en MG, dus Nederlands met gebaren. Want ik wil wel op tijd klaar zijn met het leren daarvan. Dan op zondag dus herhalen thema 9. Op maandag de proeftoets en oefenen Nederlands met gebaren. Op dinsdag herhalen thema 9. Ik ben vergeten op dinsdag stage op te schrijven. Nou, schrijven we hier even op. Stage. Ik was helemaal vergeten dat ik deze dinsdag ook nog stage had. Oeps, vergeten. Maar dinsdag stage, dus herhalen thema 9 en herhalen getallen. Op woensdag herhalen thema 9 en herhalen alfabet. En op donderdag heb ik dus beide toetsen. Ik denk dat ik best wel een mooie planning heb gemaakt. Want volgens mij is alles wel duidelijk. Dan schrijven we hierboven nog even heel erg mooi op in het roze dit keer. Planning thema 9. En dan heb ik officieel mijn planning gemaakt voor de komende toets. Dit is mijn planning voor de komende toetsweek. En we gaan ons er natuurlijk proberen aan te houden. Maar wil je nou weten of dat lukt en of ik genoeg leer? Kijk dan even mijn toetsweekvlog. Die komt dan over een tijdje online. Nou ja, pas na 4 november natuurlijk. Want ik moet eerst de toets hebben voordat ik een toetsweekvlog online kan zetten. Maar ik ga dus allemaal vloggen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Meestal wel. Dus vandaar doe ik het weer eventjes. Wil je die video nou zien? Abonneer dan alvast eventjes. Want ja, ik vind het gewoon mega leuk als je abonneert. En als jij die video nou leuk vindt, dan is het natuurlijk een win-win situatie. Jij abonneert, jij maakt mij blij. En jij krijgt een leuke video binnenkort over de toetsweekvlog. Maar ik maak deze outro echt veel te lang. Ik hoop dat deze planning jou een beetje heeft geholpen. Het kost dus niet veel geld. Je hebt geen dure planner nodig. Het is heel erg overzichtelijk en snel te doen. En hopelijk helpt deze planning jou heel erg met jouw toetsweek. Dan wil ik jou bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dus dat je hem nuttig vond. Geef dan even een duimpje omhoog als je hier wat aan hebt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer video's over school. Klik gelijk even dat belletje aan zodat je weet wanneer er een video online komt. Volg me ook even op Instagram als dat leuk lijkt. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video de volgende keer weer. Bye!